Ga dood. Kut. Wat een noob. Hij raakt zichzelf gewoon met die molotov die hij had. Oh my god. Lekker voor je. Oh kut. Oh kut. Ik sta in de fik. Ik sta in de fik. Yo mensen van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie maar weer kijken. Nou alweer een nieuwe aflevering van Far Cry 3 Blood Dragon. Ik heb er weer zin in. Hopelijk jullie ook. Wij gaan gewoon weer lekker verder met deze te gekke game. Ik vind hem te gek in ieder geval. En ik hoop dat jullie er allemaal weer van gaan genieten, jongens en meisjes. Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor de laatste keer Far Cry 3 Blood Dragon heb opgenomen. Alleen, ik weet ongeveer nog wel hoe de besturing werkt. Dus laten we hopen dat het goed gaat. We zullen een klein stukje opnieuw moeten spelen. Want toen ik hem laatst afsloot, dat nu echt alweer een maand geleden is of zo. Of 3 weken, ik weet het niet precies. Toen heb ik schijnbaar niet op het juiste moment opgeslagen. Maar dat kleine stukje dat we opnieuw moeten doen is misschien wel mooi meegenomen. Want op die manier kan ik me namelijk weer goed herinneren waar ik mee bezig was. Dus ik heb er weer zin in, zoals ik net al had verteld. En ik hoop dat het weer een vette aflevering gaat worden. We gaan heel even het alarm uitschakelen. Want dat lijkt me namelijk een handig idee. Cyberhints. All alarms disabled. Nice. Want we willen natuurlijk niet dat er zo meteen slechterikken bij worden geroepen. Wat ik mij nog kan herinneren is dat wij de dam moeten opblazen. En dit is dus de dam, zoals jullie kunnen zien. Maar eerst moet ik dus wel even kijken of ik alle alarmen wel uit kan schakelen. Oh, hier ligt al munitie. Dat is altijd handig om te hebben. Binnenkort komt Far Cry 4 uit. Dat is tenminste wel de verwachting. En het lijkt me echt super tof om Far Cry 4 te gaan spelen. Want Far Cry is echt gewoon, naar mijn gevoel, een super vette gameserie, om het even zo te zeggen. Dan moet ik heel eerlijk aan jullie toegeven dat ik nog nooit eerder een andere Far Cry game heb gespeeld dan Far Cry 3 en deze Far Cry. Dus ik kan eigenlijk moeilijk mijn mening geven over de gehele Far Cry serie. Alleen ik weet gewoon bijna zeker dat als ik deze Far Cry als... Ik weet gewoon... Oh, ik schrok me echt kapot. Ik denk van ik val naar beneden. Dat willen we natuurlijk niet. Maar ik weet gewoon bijna zeker dat als ik deze Far Cry awesome vind, dat ik dan de Far Cry die ervoor waren en Far Cry 3 en zo ook wel awesome vind. Oh, kan ik dan wel falling damage doen? Ik geloof dat dat niet kon. Oh, schijnbaar wel. Let's go! Boom. Oké, kijk eens aan, jongens en meisjes. Als het goed is, zijn wij momenteel vlak bij de dam. Ik weet niet waar die precies is, maar wel ongeveer. Oh, kijk, dit moesten we meenemen. Ja, dat is als het goed is. Hier zit als het goed is een explosief geweer in. Even kijken. We hebben als het goed is nu Witch to Dam. Oké, nu moeten we naar de dam toe lopen. En die is als het goed is hier wat verder vandaan. Of is hij hier bovenop? Nee, die is hier niet bovenop. Oh ja, dit is het punt waar die naakte honden komen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat kan ik me echt nog enorm goed herinneren. Het is wel fijn dat we dit kleine stukje opnieuw moeten doen. En ik praat gewoon even door die vrouw heen. Want ik weet namelijk ongeveer wel wat ze zegt. En het interesseert mij dus eerlijk gezegd niet heel veel. Oh, kut. Hoe kunnen we bukken? Oh, dat is met C. Oké. Press space to jump. If you land on an enemy, you will imitate single or double takedown. Oké, dus je kunt een soort van Assassin's actie doen om een enemy uit te schakelen als je hem van bovenaf aanvalt. Dus dat is fijn om te weten. Wij moeten waarschijnlijk gewoon onze tegenstanders uitschakelen. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. Een van die manieren is eigenlijk vrij simpel: hun door hun kop heen schieten. Of dat de beste manier is dat we... Ja, dat is denk ik wel de beste manier. Laten we het hopen. Ga dood, ga dood. Ik schiet een kogel. Oh, kut. Naakte honden. Naakte honden. Ik had geen zin in naakte honden. Ik had geen zin in naakte honden. Ik heb wel zin in andere naakte dingen. Maar geen naakte honden. Dat durf ik jullie in ieder geval wel mee te geven. Oké, hier moeten wij een granaatachtig gedeelte in doen. Of meer eigenlijk een bom, om het even zo te zeggen. Dynamiet. Zoals ze dat ook wel noemen. Ik ga eerst even al die enemies hier uitschakelen. Want we willen natuurlijk zometeen niet ingemaakt worden door een of andere vage schurk. Dus laten we daar proberen voor uit te kijken. Daarnaast moet ik ook zo nu en dan even herladen. Want anders is het namelijk ook alweer een klein beetje onhandig om met een pistool te gaan schieten zonder enige ammunitie. En ik hield mezelf even. Dat is namelijk altijd met dezelfde knop. Zowel in Far Cry 3 als in Far Cry 3 Blood Dragon. Namelijk de Q-knop. En ik ga jou gelijk even fileren. Want dan kan ik namelijk... Oh, snap! Nee, dat wil ik niet. 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 Ik heb geen zin in naakte honden. Ik heb al genoeg naakte honden gezien. Wat? Nee, niks. Ik heb geen zin in naakte honden. Laat ik het daarop houden. Kut. Wacht even. Kan ik hem ook op een andere manier uitschakelen? Bam! Headshot, bitch. Had je maar goed uit moeten kijken. Had je maar je groenten moeten opeten. Dan was je namelijk een sterke jongen geweest. Net zoals mij. Maar nee, meneer die wou geen groenten. Meneer die wou alleen maar junkfood. Ja, nu is het je eigen schuld dat je dood bent gemaakt door mij. Zo. Headshot, nice. Ik moet zeggen, jongens en meisjes, het gaat momenteel vrij goed. Ook al zeg ik het zelf. Ik moet alleen even proberen zoveel mogelijk headshots te maken. Kut, 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 kut. Ren, 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 ren. Kan ik een ander wapen pakken? Come on, ik heb iets van een granaat nodig. Zo. Oh, kut. Ah, kut, ik ben dood. Shit. Ik denk van, ik ga niet zo snel dood. Dus ik zat een beetje met mijn vinger in mijn arm te proeten. In de hoop dat het dat zou helpen. Maar schijnbaar bleek niets minder waar te zijn. Ik weet nu in ieder geval wel hoe ik deze missie moet doorstaan. Ik moet het denk ik gewoon een beetje takedown-achtig doen. Dat stond er net ook. Je kunt namelijk... Ha! Oh, kijk eens aan. Double takedown. Oké, dat scheelt in ieder geval heel erg veel tijd als je een double takedown doet. Dat scheelt ook heel erg veel kogels daarnaast. Dus dat is wel mooi dat ik dat nu heb, gedaan. Ik moet dan even kijken. Oké, wacht. Oh, kut. Wat gebeurt er? Het zijn honden. Het zijn honden. Rustig, Job. Kunnen we die honden? Kunnen we die fileren? Ja, die honden kunnen we ook fileren. Kijk eens aan. Oh, gaan we granaten gooien? Ja, maar dat kan ik ook. Ja, maar dat kan ik ook. Oh, ik heb een molotov. Molotovs, granaten, allemaal één pot nat. We weten in ieder geval wat het doet, namelijk mensen vermoorden. Daar gaat het om. Hoppakee. Nice. Oké, die is in ieder geval dood. Ik weet in ieder geval dat daarboven wel iemand zit met een sniper. Dus wat ik even snel ga doen, is ik ga even heel snel hier wat dynamiet in plaatsen. En dan hoop ik dat dat gaat helpen. Daarnaast moet ik natuurlijk ook... Kut, er komt iemand deze kant op. Er komen heel wat enemies deze kant op. Oké, wacht. Ik ga een granaat gooien. Let op. Let op. En... Doei! Ah, kut. Ik denk ik ga hem wel raken, maar niets bleek minder waard te zijn. Oké, die is in ieder geval dood. Hier achter mij zitten er ook nog een aantal. As far as I... No! Zo, die honden die zijn echt zo irritant, jongens en meisjes. En wij ze altijd maar uitlaten. En lekkere brokjes geven. Wat doen ze dan? Geen eens een schijn van dank. Alleen maar een beet in je gezicht en in je arm en heel veel andere dingen. Ga dood. Oké, nice. Wat we even gaan doen is we gaan even kijken waar we nog meer dynamiet moeten plaatsen. Ik geloof dat dat namelijk wel ergens hier zo is. Laten we het hopen in ieder geval. Al die ondankbare honden. Dat is waar de uitdrukking vandaan komt. Ondankbare hond. Gewoon omdat ze allemaal fucking ondankbaar zijn. Al die lekkere brokjes die je ze geeft. Het boeit ze allemaal niets. Als ze maar een hap uit je gezicht kunnen nemen. Nou, dat is de reden waarom ik geen huisdieren heb. Ik heb wel een kat. Maar die neemt geen hap uit je gezicht gelukkig. Ga dood. Kut. Wat een noob. Hij raakt zichzelf gewoon met die molotov die hij had. Oh my god. Lekker voor je. Oh kut. Oh kut. Ik sta in de fik. Ik sta in de fik. Deze jongen staat in de fik. Deze jongen staat in de fik. Kan ik hier naar binnen? Ik kan hier niet naar binnen. Oké. Ik moet hier naartoe. Let's go. Snel. Doe dynamiet erin. En let's go. Even. Oh shit. Oh shit. Wat gebeurt er? Er gebeuren rare dingen. Zo. Nice. Ik ga weer verder. Soms heb je dat en dan klik je per ongeluk de verkeerde knop op je keyboard en dan gebeurt er in één keer iets raars. Heb je voornamelijk met Windows 8 en dan klik je per ongeluk het hele taakmenu aan, weet je wel. En dat is een klein beetje vervelend, helemaal als je aan het opnemen bent. Mijn excuses daarvoor. Oh, ik denk dat we daar naar boven moeten. Oké, dat gaat ons helemaal lukken. Ik heb er vertrouwen in. We kunnen namelijk via deze trap, als het goed is, gewoon naar boven gaan. En als we dan boven zijn, zouden we waarschijnlijk wel iets kunnen doen. Even kijken. Kan ik hier naar boven klimmen? Nope, ik kan hier niet naar boven klimmen. Kan ik hier overheen klimmen? Ik kan hier inderdaad overheen klimmen. Kan ik hier naar boven klimmen? Nee, ik kan hier niet naar boven klimmen. Via welke kant moet ik dan naar boven toe? Er is namelijk wel een trap waar ik mee naar boven kan. Is dat deze trap? Ik geloof het eigenlijk wel. Nee, dat is deze trap niet. Huh? Via welke trap moet ik dan naar boven toe? Ik moet namelijk aan die snipergast komen. Er zit daar namelijk een of andere ondankbare hond. Hé, dat brengt mij weer terug naar hetgeen wat ik net allemaal heb verteld. En oh ja, via deze trap was dat, ja. En die wil mij zo meteen even een kogel door mijn kop gaan jagen met zijn sniper. Willen wij uiteraard niet. Zo. Money, 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 money. Zo, dan maken we even allemaal kapot. Hier is nog wat meer kogel. Of nog wat meer kogel. Er zijn nog wat meer kogels. Oh, kut. Jou mag ik dus niet, hè? Ah, lekker voor je. Brand maar. Brand maar alsof je nog nooit... Oh, kut, 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 kut. Kut, heal, 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 heal. Oh, dit is zo lame. Dit is zo lame. Oké, wacht. Hij komt vanzelf. En wat ik dan doe, is ik wacht hem hier op. Met een granaat. In your face. In your face, you fool. Oh, je hebt nog niet genoeg gehad. Je hebt nog niet genoeg gehad. Nou, bij deze. Oh, kut, 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 kut. Ik ga gewoon weer even een granaat gooien. Waarom gooi ik alleen maar... Oh, hier, granaat. Doei. Doei. Ja, nice. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Het werd een keer tijd dat ik hem kon vermoorden. Dus als jij nou heel even met jouw mooie juggernaut pak heel even mij het een en ander geeft. Dit is geen verkrachting, geloof me. Dat is wat laatste wat het is. Maar ik moet er ook aan mijn centen komen, makkelijk zat. En dit is nou eenmaal mijn werk. Daar raak ik doodschiet en andere dingen doen. Oh, kut. Ik drukte per ongeluk Q in. Dat was niet de bedoeling. Maar nee, we gaan snel naar boven. Want als we namelijk boven zijn, kunnen wij hier ook dynamiet plaatsen. Oh, kut. Te laat. Doei! Hij vloog naar me toe. Oh my god, jongens en meisjes. Wat een plezier in het vermoorden van mensen met granaten. Ik ga er gewoon nog een gooien. Ik ben in een goede bui. Ik ben in een echte granaatbui. Heb ik ze geraakt? Ik heb je niet geraakt. Wat onfatsoenlijk van me. Hij rende er letterlijk op af. Hij was echt zo van, hé, hey, kijk mij, ik ren op een granaat af. Ah, kut, in de lucht. Dan moet ik jou maar even op deze manier uitschakelen. Zo. Headshot, kijk eens aan. Waar moeten we naartoe? Waar is dat? Is dat hier boven? Wacht even hoor. Even rustig, guys. Even chillen. Even een beetje kijken wat hier allemaal te vinden is. Er zal hier namelijk wel veel te zien zijn. Of ligt het aan mij? Het zal wel weer aan mij liggen. Het ligt altijd aan mij. Ja, als hier niets te zien is, dan ga ik maar weer snel naar boven toe. Want daar zal waarschijnlijk wel wat meer te zien zijn. Dus let's go. Gelukkig, omdat we dit stukje opnieuw moesten doen, kan ik me wel weer een beetje herinneren waar ik nou de vorige keer was gebleven. Dat is enigszins wel weer een voordeel van een klein stukje opnieuw kunnen doen wanneer je een tijdje in de game niet hebt opgenomen. Laten we het daarop houden. Oké. Doei! Oh my god, ik heb ze zojuist allebei vermoord. Sta ik in de fik? Ook, sta in de fik. Ik had niet eens door, joh. Ik had niet eens door met mijn mooi pak. Put out the fire. Put out the fire. Come on. Druk iets in je anus en regenerate. Oké, eerst even dit. Eerst even dit. Eerst even dit. Come on. Interact. Oké, plant C40 charges at indicated locations. Oh, oké. We moeten even naar een safe zone toe. Cyberharten. Yay, nice. Oké, dus we moeten nu dit pakken. Denk ik dan. Nou, daar niet. Dan ga ik wel via deze kant hier naar boven toe. Let's go. Zo. En dan kunnen we hier, Oké, let's go. 3, 2, 1, bam! Nou, dat was ook maar een scheentje van iets. Detonate the charges. We moeten iets gaan veranderen. Gelukkig, oh kut. Ga ik ze uitschakelen? Ik ga ze uitschakelen, let op. YOLO boys! Oh ja, dat voelt goed. Voel je goed en kill de enemies zoals het moet. Oh, dat was zo mooi. Kijk hem eens hoofdloos zijn. Kijk hem eens hoofdloos zijn. Oké, wat moeten we doen? Wat is dat? Oh, nice. Geld en dingen. Oké, ga naar boven. Oh, kut. Jij weer. Kennen jullie dat spelletje? Proberen zo lang mogelijk vuurwerk vast te houden. Dat doe ik nu ook. Oh, dat was zo mooi. Die was prachtig. Geef toe, guys. Die was mooi. Ik hield hem zo vast. Zo van, hé, hey, ik wacht wel tot je ontploft. En toen gooide ik hem en toen ontplofte die precies bij zijn gezicht. Nou, je hebt ook een taaie kop. Zo. Nice. En nu? Oh, alarm af. Alarm af. Alarm. Waar is het alarm? Waar is het kutalarm? Niet letterlijk een vagina-alarm, maar... Oh, hier. Doe uit. Doe uit! Zo. Nice. En toen? Oh. Moeten we weer naar boven toe? Oké. De game die leidt ons van A naar punt B en weer terug. Maar dat maakt niet uit. Oh, er is een dragon, zie ik. Oh, er is een dragon. Wacht, wat? Snel, ren! Ren! Er komt een dragon aan. Oh, kut. Niet hij. Doei! Oké, we gaan dit halen, guys. Het gaat heel lekker nu. Ga dood! Oké, je wil dwarslopen doen? Doe maar zo. Nice. Oké, we leven nog. Laten we het daarop houden. Laten we erop houden dat iets goed is. Oh my god, mijn faparm. Mijn faparm. Maak hem, maak hem. Oké, let's go. Zo. Als jij nou even dood gaat. Nee. Doei! Boom! Oh, met de auto en alles erop en eraan. Ga dood. Nee. Nee! Ik stond er tegenaan! Snel, snel, snel! Oh, kut, wat deed ik? Ik stond er letterlijk tegenaan. Tegen die granaat, ik kon niet meer weg. Boom! Ga dood. Snel. Oh, dit is moeilijk, guys. Oké, snel. Even lekker prutten. Hoe je dat ook noemt. Oh, deze moest ik hebben, ja. Ik wist niet eens dat ik die nog had. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Doe eens eventjes leuk. Interact. Rijden. Rijden die bitch. Rij die bitch. Ik weet waar ik naartoe moet. Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe dan? Oh, machine gun. Oh ja. Yeah. Dat voelt goed. Dat voelt uitermate goed. Oké, wat is dat? Oh, dit gaat goed, guys. Jongens, ik ga het hier belaten voor deze nieuwe aflevering van Far Cry 3 Blood Dragon. De volgende aflevering gaan wij naar een of andere engineer toe. Dat stond namelijk net in beeld en moeten wij mee praten. En jullie weten wel waar dat praten op uitloopt. Op een goede bak met koffie. Wat denk jij nou? Ik dank jullie voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Far Cry 3 Blood Dragon. Hebben jullie nou nu al zin in Far Cry 4? Laat het me weten in de comments, jongens. Ik dank jullie enorm voor het kijken. En ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering van Far Cry 3 Blood Dragon. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Je kunt liken, je kunt abonneren onderaan de video. En dan zeg ik, later mensen.